Klus weet de weg. Klus, Kwebbel en Smal wilden graag picknicken. Ik maakte voor hen een picknickmand klaar met allerlei lekkere dingen. Ploptaart, plopkoeken en plopmelk. Kwebbel stelde voor om naar de open plek in het bos te gaan. Maar dat wilde Smal niet. Nee, zij wilde een nieuw plekje zoeken om te picknicken. Ergens waar ze nog nooit geweest waren. Dat vonden Klus en Kwebbel wel een leuk idee. Klus wilde natuurlijk meteen de leiding nemen. Hij beweerde dat hij als het ware de beste picknickplekjeskenner van het hele kabouterbos was. Ik wilde hem mijn kaart van het bos meegeven. Maar Klus zei dat hij de weg in het bos heel goed kende. Hij mijn kaart niet nodig had. Ze vertrokken, met Klus voorop, want hij zou de weg wijzen. Daarachter liep Smal en als laatste kwam Kwebbel met de picknickmand. Ik zwaaide naar hen toen ze vertrokken. Na een hele tijd stappen werd Kwebbel moe. Ze vroeg Klus of het nog ver was. Want de picknickmand begon zwaar te wegen. Smal wilde zich mooi maken en Klus kreeg grote honger. Klus keek eens goed om zich heen. Ze waren verdwaald. Klus wist helemaal niet meer waar ze waren. Kwebbel en Smal waren heel boos toen Klus dat vertelde. Maar daar schoten ze niets mee op. Heel in de verte zag Kwebbel een paddenstoel staan tussen de bomen. Daar wilden ze de weg gaan vragen. Voorzichtig liepen ze naar de paddenstoel en klopten op het deurtje. Klus schrok toen het deurtje openging. "Jij lijkt heel erg op kabouter Plop," zei hij. "Plopperde Plop, ik proestte het uit van het lachen. Dat komt omdat ik kabouter Plop ben," lachte ik. Kwebbel, Klus en Smal hadden gewoon aan mijn melkherberg aangeklopt. Smal snapte het meteen. Ze hadden de hele tijd in een cirkel gelopen. Kwebbel kon er toen ook om lachen. Die Klus toch, die de weg zo goed kende. Van picknicken in het bos kwam die dag niets meer in huis. Kwebbel, Klus en Smal waren te moe van al dat stappen. En daarom hebben ze gewoon in mijn tuintje gepicknickt. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag!